Robert Ruiter, neergestreken in Engeland bij Sunderland. Afgelopen weekend voor het eerst 90 minuten onder de lat. Waarom deze overstap naar Engeland? Nou ja, kijk, ik wilde al langere tijd wilde ik een mooie stap maken. En Engeland trekt mij gewoon enorm als land. Ik ben ondertussen trouwens in Van Drijen, want ik ben midden in een verhuizing bezig. Dus kijk niet gek op. Maar, wel veilig, hè? Nee, weet je, het is gewoon... Ja, sowieso. Nee, maar kijk, weet je, Engeland is gewoon een fantastisch voetballand. Als je ziet hoe het hier leeft. En als er dan een club als Sunderland aanklopt, met zo'n grote supporterschade, fantastisch trainingscomplex, geweldig stadion ook. Ja, goed, dan hoefde ik daar niet twee keer over na te denken. En na een aantal goede wedstrijden kreeg ik een prima contract voorgeschoteld. En ik ben ontzettend blij om hier te zijn nu, ja. Ja, Sunderland, jij zegt een fantastische club. Leg het ons even uit, hoe groot is die club in Engeland? Ja, ik had ook niet verwacht dat de club zo groot zou zijn. Want vanuit Nederland dan... Kijk, natuurlijk weet je dat de Premier League enorm groot is. En het is natuurlijk een club die net gedegradeerd is uit de Premier League. Maar als je kijkt dat er in het stadion gewoon 50.000 man kunnen... Iedereen loopt hier de hele dag gewoon met Sunderland shirtjes aan. En niet alleen op wedstrijddagen, maar ook... Ik heb net eventjes wat boodschappen moeten doen. Ook gewoon in de supermarkt loopt iedereen met wedstrijdshirtjes aan. Ik denk dat voetbal echt hetgeen is waar ze voor leven. Ik bedoel, mensen hebben het niet allemaal even breed hier. Nee. Maar het eerste wat ze doen is een wedstrijdkaartje kopen elke week weer. Of een seizoenkaart kopen. En dat is wel tekend voor de cultuur hier. Ja, jullie zijn... Niet heel lekker aan het seizoen begonnen. 5 uit 5. Afgelopen zaterdag met 3-0 verloren. Wat is de doelstelling? Ja. Nou, kijk. Aan het begin van het seizoen dan ga je ervan uit dat je gewoon bovenin meedraait. En uiteindelijk is de doelstelling om weer te promoveren naar de Premier League. Alleen, weet je... Dat willen wel meer ploegen, hè? Zijn er ook al. Absoluut, weet je. En als je kijkt naar welke ploegen er allemaal in die championship spelen. Dat zijn niet de minste. Je hebt... onder andere een club als Aston Villa. Goed, noem ze maar op. Weet je. Je hebt zoveel grote clubs, Leeds United. Vorig jaar is het Newcastle als een van de weinige clubs wel gelukt om direct weer terug te promoveren naar de Premier League. Alleen die verloren wel ook de eerste drie wedstrijden vorig seizoen. Dus het wil nog niet alles zeggen, want je speelt die 46 wedstrijden voor de competitie. Goed. We zijn niet bijster goed gestart inderdaad. Maar er zijn heel veel spelers weggegaan. Heel veel nieuwe jongens zijn erbij gekomen. Dus het kost ook wel eventjes tijd om een goed elftal te smeden, zeg maar. Ik ga ervan uit dat we evengoed nog steeds om die bovenste plek gaan meedraaien. Ja. Als je eerst of tweede wordt promoveerd direct, word je derde dan. Of word je tussen 4 en 6, dan kan je 4 de play-offs kan je het bereiken. Dat is uiteindelijk nog steeds de doelstelling. Alleen dan moet het wel beter dan afgelopen weekend, ja. Ja, zeker. Nu merken wij in Nederland best wel veel van de gekte rondom deadline day. In Engeland moet dat nog veel erger zijn. Wat krijg jij ervan mee? Ja, niet zo gek veel hoor. Ik bedoel, dat is net als bij elke andere club. Aan sommige spelers wordt getrokken, sommige spelers willen graag weg. Veel gerucht omtrent wie er gaat komen. Alleen, als speler, je ziet het morgen vanzelf na 12, dan is die deadline voorbij. En dan zien we wel wie erbij gaan komen en wie er weg gaan. Want uiteindelijk moet je zo sterk mogelijk selectie samenstellen. En daar zijn ze op dit moment ook wel heel druk mee bezig. Want je merkt natuurlijk wel dat er wat onrust is binnen de club. Dat het een hectische dag is. Ja. Ik zie het morgen wel wat erbij is gekomen en wat er weg is gegaan. Ja, want jij blijft weg bij die hectiek door lekker te gaan klussen. Ja, ik zal wel moeten. Ik bedoel, het valt toevallig nu samen dat het interlandperiode is en we nu 3 dagen vrij zijn. En dat ik van de week de sleutel van mijn huis heb gekregen. Vandaag ook alle spullen zijn gearriveerd. Dus het is een drukke bedoeling, maar mijn ouders zijn, mijn schoonouders zijn, dus ik heb genoeg hulp. Alleen, je moet ook zelf wel de handen aan de mouwen steken natuurlijk. Ja, is goed jongen. Heel veel succes daarmee. Mooi dat je even tijd had. En succes met Sunderland. Op naar een mooi seizoen jongen. Ja, dankjewel man. Dankjewel. Gaat goed komen. Weet je. Het is al hartstikke fijn dat ik... Want ik kwam natuurlijk pas 1 dag voor de start van de competitie kwam ik binnen. Ja. Om nu al de kans te krijgen om mezelf te laten zien. In het eerste in de competitie is natuurlijk super lekker. En
Ik heb een goede wedstrijd gespeeld. Nou, afgelopen zaterdag was een ongelukkige wedstrijd als team zijn. Zelf kon ik er niet ontzettend veel aan doen of zo. Maar ja, goed, daar hou je toch een beetje een onbevredigd gevoel aan over. Maar volgende week dan staat Sheffield United voor de deur. Dus eerste wedstrijdje in het Stadium of Light. Dus kijken we eruit, moet ik zeggen. Mooi jongen. Veel succes. En we spreken elkaar snel, Robin. Yes. Is goed, Niel. Groeten.